Hallo, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Oh, ik heb zo'n zin in deze video, maar ik ben er ook een beetje zenuwachtig voor. Ik wil al een hele tijd een video maken over Kiara, ook wel bekend als Indiaan in je kast. En waarom? Omdat Kiara stylecoach is, styliste, maar op een daadwerkelijk duurzame manier. Toen ik hoorde duurzame stylecoach, dacht ik meteen, oh, die gaat met je shoppen bij allerlei duurzame merken. Want ik had altijd het idee, als iemand stylist is, dan gaat hij vooral heel veel met je kopen. Maar het leuke aan Kiara is dat ze echt tot in de essentie duurzaam is. Ze gaat niet helemaal los met je van allerlei nieuwe dingen kopen. Nee, ze gaat echt kijken naar de basis. Wat hangt er al in je kledingkast? En als er dan nog iets nodig is, dan kijkt ze met je in principe bij tweedehands kledingwinkels. Nou, het tofste is natuurlijk om Kiara te filmen wanneer ze in actie is. Nou wil het geval dat ik haar hulp zelf best wel goed kan gebruiken. Want ik zou het best leuk vinden om wat stijlvoller te worden. Dus we hebben de twee gecombineerd. En zij gaat vandaag mij stylen. En met me mijn kledingkast in en helemaal terug naar de basis. Zodat ik echt een duurzame stijl kan krijgen. Nou, ik kan me bijna niks toffers bedenken. Zij komt hier dus zometeen en dan gaan we aan de slag. En ik neem je mee vandaag in de dag met wat we gaan doen. Volgens mij gaan wij een intake doen, of niet? Ja, dit is Kiara trouwens. De fantastische Kiara. Hallo. We gaan in jouw kast duiken. En, ja. Eigenlijk heb ik zelf over nagedacht van als we in de kast gaan duiken, is het natuurlijk een bron van verzameling van door de jaren heen. En wanneer neem je nou dat moment en die rust om echt door die hele kast heen te gaan? Dat doe je gewoon eigenlijk niet zo snel. Dus ik vind het dan ook mooi om gewoon een stukje achtergrond te weten van dingen als... dat je daar zelf ook echt op dit moment heel erg bij stilstaat. Van ja, ik heb een bepaalde items in mijn kledingkast, maar de ene draag ik wel veel, de ander niet. Zou dat toevallig te maken kunnen hebben met ofwel een kleur, ofwel een dessin, ofwel een materiaal. We gaan vandaag heel erg vanuit die helikopter view alles bekijken, alles aanraken. En gewoon echt dat overzicht creëren. Mm-hmm. Maar het is voor mij al interessant om te weten, voordat we dat doen, of jij daar al bewust of niet mee bezig bent, of jij daar al over nadenkt. En daarom had ik die vragenlijst naar jou toegestuurd. Dat je gewoon echt bij mij kon aangeven al van, hey, hier denk ik wel al over na en hier denk ik niet al over na. En ik vind het daarnaast dan ook heel belangrijk. Zo'n kledingkast is natuurlijk echt iets wat, je verzamelt het met een reden. Maar uiteindelijk ga je dat dan allemaal bij elkaar dragen. En wat voor indruk maak je dan? En wat voor indruk wil je eigenlijk maken? En krijg je dat wel of niet voor elkaar? Dat is natuurlijk niet voor niets dat ik hier zit. Maar als jij inderdaad, een van de vragen die ik jou stelde, van goh, hoe wil je eigenlijk overkomen? Ja. Nou ja, daar heb je heel, heel duidelijk op geantwoord hoe jij jezelf nu ziet. Maar waar je eigenlijk ook heel graag naartoe wil. Ja. En daar ga ik je ook de hele dag door op pinpointen want als je dan door zo'n kledingkast heen gaat, komen er ook emoties bij van, ja, maar ik heb dat gekregen daar, of ik heb dat toen tijdens dat leuke weekendje weggekocht. Ja. Ik zeg, ja, maar als jij dan dit wil uit gaan stralen, dan klopt dat niet meer. Dan klopt dat niet meer. Ja. Ik gooi gewoon alles door elkaar en kijk gewoon van, oké, jij wil dit uitstralen, ik zie dit kledingstuk, gaat dat werken, ja of nee? Uiteindelijk, dat is de volgende fase, en dat is een fase, en dat is een hele interessante fase, of eigenlijk de interessantste fase waar het ook om gaat, is als ik er niet meer ben, je gaat het dragen. Het is eigenlijk net als met dat rijexamen. Dus jij gaat daarna zelf rijden, je gaat het daarna zelf doen, en je gaat het dragen. En je gaat het dragen naar momenten, bijvoorbeeld je gaat een presentatie geven, of je gaat... een drankje doen met je vriendin en je wil je gewoon helemaal geweldig voelen. Ja. En dan denk je, oké, nou, we hadden dit en dit setje gemaakt en zo en zo. Voelt het dan ook, zoals wij nu vandaag bedacht hebben, dat het gaat voelen. Ja. En dat is dus echt waar het om draait. Dus eigenlijk leer je heel sterk een soort standaard te vormen voor jezelf, waaraan je alles kan gaan meten voortaan. Ja. Ja. Wauw. Ja. Oké, dus we gaan nu kijken. Beginnen met jouw favoriete stapel. Nee.
Oké, ik krijg hier dus net al de eerste briljante tip. Namelijk dat ik hier zo'n chocola eet. Ik heb een beetje zo'n precieze dertigers vetjes gekregen. Ik heb dus een van mijn favoriete outfits. Daarmee was ik notabene in de krant laatst. En achteraf viel me op de foto op dat je zo precies mijn mooie zwembandje zo heel netjes op die foto zag. En jij gaf me net een briljante tip. Ja, je moet gewoon... Eigenlijk is dat ook het allerbelangrijkste onderdeel van je kledingkast. Is je ondergoed. En waarom? Het zit gewoon allereerst op je huid. Ja. Dus je kan een heerlijk ademend kledingstuk aan hebben. Wat ja, gewoon jou door de dag heen helpt. Maar als je dan een hele synthetische onderbroek aan hebt. Dan zweet je alsnog. Ja. Ten tweede, het is gewoon echt, ja, het zit echt direct op je huid. Dus je voelt het gewoon de hele dag. Ja. Dus ook al heb je een heel los iets aan, als die onderbroek gewoon knelt, dan, ja, dan heb je nog niet het gevoel. Ja, dan zit je nog in een soort harnas. Dus, en het is gewoon, het kan heel erg tekenen. Dus je kan nog zo'n heel mooi outfitje aan hebben, maar als je gewoon, ja, zowel je borsten als je billen gewoon helemaal, ja, gewoon dat het niet goed ondersteunt of niet goed steunt. Ja. En dat is het laatste, was dus wat jij zei bij die foto. Je hebt gewoon, en tegenwoordig echt, je kan alle kanten op met ondergoed. Het hoeft echt niet meer die oude oma onderbroek die, nou ja, te ongeveer onder je borsten zit. Corset. Nee, helemaal niet. Alleen, ja, ik zal je een aantal tips geven voor, want er is heel veel duurzaam ondergoed te vinden. Maar daar moet je echt in investeren. En ik vind echt ook... Ja, het is kost, een investering, maar het is het wel waard. Het is het absoluut waard. Dit is dus super grappig, want ten eerste is mijn zomerjas, mijn spijkerjasje, is goedgekeurd. En daar ben ik super blij mee, want ik had zelf namelijk ook al het gevoel van, dit klopt, dit is wat. En jij laat me net iets zien, waardoor ik een beetje weggeblazen was. Ja, nou wat je hebt is, zelfs met een jasje wat je dus ergens overheen draagt, daar kun je gewoon mee gaan spelen. Dat kun je gewoon heel erg eigen maken. En je ziet wel eens mensen die dan bijvoorbeeld... Weet je, de kraag omhoog gaan gooien. En heel erg nadenken van, oké, wil ik hier nog weer een extra aandachtpunt? Dan laat ik die knoop zien. Wil ik dat niet, dan haal ik die knoop weg. En dan wordt het gewoon een egaal blauw vlak. Yeah. Maar wat ook is, is dat je heel erg kan gaan kijken van... waar, op welk punt van mijn lijf zit mijn smalste punt? Of waar wil ik de aandacht op leggen? Dat kunnen twee verschillende dingen zijn. Ja. Dan ga ik bij jou voelen en dan is dat ongeveer hier. Mm-hmm. Dan kun je zorgen dat de mouw er ook stopt. Zodat als je, naar jou, als je helemaal naar jou kijkt, dat gewoon het oog hierop gaat vallen. Nou, je kan hem zo oprollen op de ouderwetse manier of de manier die veel mensen kennen. Maar dan krijg je dus... Als je eindelijk hier bent, heb je zo'n dikke prop. Ja. Dus trek hem dan gewoon in één keer naar boven. Ja. En dan doe je hem naar beneden. Maar ik vind comfort gaat ook, is ook belangrijk. Dus je moet wel kijken dat als je zo doet, dat je niet dat het fijn voelt. Dus je moet soms een beetje fluffen met hoe... Maar dit voelt prima. Ja. En dan kijk, dan heb je dus het verschil met... Grappig. Hier een arm die hier naartoe gaat. Ja. Of de lengte die hier stopt. En hier een hele lange. En als je dus iets eronder draagt. Zoals een trui of een kooltrui. Dan kan je die gewoon best prima doortrekken. Want anders wordt je mouw ook zo koud. Ja. Of wat ik zelf heb is zijn handschoenen tot hier. Dat kan ook. Oh ja. Maar hier gaat nu het oog naartoe. Grappig, dit is dus echt zo'n item, zo'n overhemdjurk, waarvan ik echt vind, daar kun je echt alle kanten mee op. Mm-hmm. Dus ik ga je die gewoon nu eventjes normaal aandoen. En dat is zo. Ja. En waar je dan gewoon al mee kan gaan spelen allereerst. Nou ja, eerst kijken waar wil je dus weer die aandacht leggen. Nou, bijvoorbeeld op die hoogte van je taille, dat je mouw omhoog stroopt. Maar nu, het leuke is dat je gaat spelen met bijvoorbeeld, wil je, heb je natuurlijk je mooie haren, wil je de kraag laten zien, dan kan je hem omhoog gooien, je kan hem plat leggen, maar je kan hem ook naar binnen toe, dan krijg je gewoon totaal verschillende, verschillende uitstralingen. Even in de spiegel kijken. Ja, dus hier is hij weg. En wil je misschien meer met een ketting. Ja, en als je denkt van nou, ik heb het koud
En ik wil hem gewoon omhoog. Of als je een kolletje eronder gooit, dan vind je het gewoon misschien lekkerder om hem staand te hebben. Ja. Maar nu heb ik nog een andere truc. Oké. Is dat je hem achterstevoren aan gaat doen. Zo. Echt? Oh, no way. Zo, achterstevoren. En zo krijg je dus een jurk. En wat je dan... Moet ik hier eventjes aan trekken? Ja. Oei, nice. Even kijken. En dan ga je hem van achter dicht doen. Ja. En dat kun je op verschillende hoogtes doen. Wat grappig, want dit ding wat normaal op je rug zit, dat staat best wel mooi eigenlijk aan de voorkant. Ja, ja, ja. En dat werkt niet met alle modellen. Dus als je zo'n item koopt in de winkel, moet je er altijd op letten. Maar bij deze werkt dat. En dan kun je gaan kijken, weer in de spiegel, maar nu aan de achterkant. En wat doet het dan? Oh, en aan de voorkant staat het ook heel mooi. En wat grappig. Of je er dan bijvoorbeeld een BH onder gooit, of een t-shirt, of misschien iets van kant. Ja. Je kan echt alle kanten. En je kan hem ook dus helemaal dicht doen, alleen dan heb je wel iemand nodig die je daarbij helpt. En aan de voorkant is heel chic, ja. Vind ik zelf. Ja. Grappig zeg. Ik heb het idee dat misschien er ergens bij mij een soort knopje nu aan begint te gaan. Omdat ik het begin te begrijpen. Ja, oké. Okay. Het is gewoon echt met elkaar combineren. Ja. Eerst uitvissen. Wat zijn je items die je draagt? Waar word je blij van? En dan ga je gewoon alles met elkaar combineren. Mm. En steeds die woorden, in jouw geval krachtig en vrouwelijk. Mm. Dat moet in zo'n outfit zitten. Mm. En het krachtige zit hem dus in de schoenen en in de... de print, het etnische, het is een soort oneerbiedig gezegd, soort jute-achtig iets. Ja. Hoe ga je dat vrouwelijk maken? Nou, niet door er een jeans bij te gooien, want dat is net zo krachtig en stoer. Nee, precies. Nee, je moet echt nog gaan zoeken in het kant, in het glitter, in het fluffy stoffen. Dus dan... eigenlijk moet je ook een soort van die kernwoorden waarvan jij zoiets hebt van dat wil ik uitstralen, moet je bijna... op de muur hebben geschreven. Ja. En dat je dan gaat kijken... oké, okay, dit is het ene, dan moet ik iets van het ander erbij. Ja. Ja, voor jou. En dat is voor iedereen dus verschillend. Ja. Dit is een broek. Die draag ik eigenlijk gewoon altijd met één blouse. En verder niet. Ja, nee. En wat ik je nu aanraad is om eigenlijk eerst te beginnen met... oké, wat is die broek voor mij? Mm-hmm. Hij heeft een warme kleur. Een vrij recht toe recht aan model. Mm-hmm. Eigenlijk ja, wel wat stoerder, wat mannelijker eigenlijk ook door het model. En om het dan weer Saskia te maken, ga je gewoon kijken van... oké, de uitstraling die ik wil hebben is en krachtig... maar ook vrouwelijk. Dus je gaat nu op zoek naar het stukje vrouwelijk. Dit is een combinatie qua vrouwelijk en krachtig wat een geheel maakt. Als we nu deze trui erbij zouden gooien met dezelfde items, dan wordt die voor jou veel te mannelijk, veel te stoer. Ja, ja. Dus het vraagt om andere styling. En dan ga je dus werken met bijvoorbeeld zo'n gouden ring. Ja, qua schoen zou op zich... zou die gimp nog best wel passen. En dan met de sokken die je nu aan hebt met de vogels erbij. Maar niet, zeker niet deze riem. Er moet echt wat, wat feestelijks, wat vrouwelijks, wat verfijnds bij. En dat zit eigenlijk al bijvoorbeeld hierin of een ketting erbij. Of denk eens aan geweldige gaten sokken die je hebt. Van die netkous sokken. Je krijgt echt een hele andere look en feel. Waar ik dus zelf over zit te twijfelen is deze. Die heb ik één keer aangehad op mijn 30ste verjaardag trouwens. Maar nu draag ik hem nooit meer. Dus ik heb zoiets van, ik doe hem weg. Ja. Ik ga het niet op een trui of zo dragen. Nee, dat snap ik. Is te designachtig ook voor jou, te veel mevrouw. Mm-hmm. Wat ik altijd doe met een item waarvan ik echt denk van dat is een bepaalde fase leuk geweest. Of je hebt het cadeau gekregen en heb je een paar keer gedragen, maar daarna weet je eigenlijk niet hoe en wat. Mm-hmm. Dus dat je echt gewoon heel erg gaat kijken van wat is het eigenlijk? En als ik naar deze ketting kijk, dan zie ik gewoon een heel stuk metaal, een heel mooi stuk metaal.
Waarvan ik dan zou denken van, omdat je zelf al eerder aangaf dat je wel eens naar festivals gaat, mm-hmm. om deze gewoon op je hoofd te zetten. En dan vast te binden met een speld. En dan, ja, iets van jurkje. Als een soort hoofd, toy, attribuut. Dat is ook wel leuk. Zo, hoppakee. Dit is echt geweldig. Nu heb ik een soort hoed op. Jij bent volgens mij nu helemaal los aan het gaan. Ja, ja. Ik heb allerlei dingen bij elkaar gegrepen waarvan ik eigenlijk zeg maar door mijn ogen heen een soort overeenkomst zie. Ja. Dus ik ben helemaal niet gaan kijken naar pasvorm en ik ben ook niet gaan kijken van wat is de achtergrond? Is iets gekocht voor een feestje of is het winter of zomer? Ik bedoel, dat interesseert me helemaal niet. Ik ben gewoon puur gaan kijken naar, ik zie een soort kleuren, ik zie een soort print, ik zie een soort, ik zie hier gewoon iets in. Dus kijk, het zijn allemaal een beetje de soortzelfde tinten en je ziet al wat er gebeurt. Als je bijvoorbeeld dus deze blouse, die je net vertelde, die is van Vincent, mm-hmm. Als je die hieronder gaat dragen en dan weer met die broek erbij. Of deze catsuit. Ja. Met die blouse eronder. Zie je, je kan echt alles met elkaar combineren. Zo, Chiara die is inmiddels weg. En dit is de stapel kleding die weggaat. Jeetje, ik heb best wel veel kleren. Ik was er wel door verbaasd eigenlijk. Want er blijft namelijk ook nog best wel een heleboel over. En dit zijn alle schoenen die een nieuwe bestemming krijgen. En wat ik dan ook wel heel tof vind, is dat we ook een hele stapel kleding, deze. Dat zijn allemaal dingen die ik ga dan wel ga verven, dan wel ga laten vermaken. Dus dat zijn dingen die nu niet helemaal ideaal zijn en waarvan ik dacht, misschien moeten ze weg. Maar als er het een en ander aan veranderd wordt of, of ze worden geverfd, dan zijn ze gewoon weer helemaal prima. Dus, en ik heb ook eigenlijk niks nieuws nodig. Het is nu iets meer dan een week dat Chiara bij mij is geweest. En ik sta hier voor mijn kledingkast. En ik dacht, ik ga nog even delen wat er in de afgelopen week bij mij heeft nagesudderd. En wat ik er nog van heb geleerd. Want het grappige is dat er de afgelopen week voor mijn gevoel wel een soort procesje heeft plaatsgevonden bij mij van naleren. Dus dat ga ik met je delen. Wat ik allereerst super fijn vond, was dat ik de dag nadat Chiara hier was een fotoshoot had. Om voor het eerst echte professionele mooie foto's van mezelf te laten maken. En normaal zou ik echt totaal niet weten wat ik dan aan zou moeten doen. Maar het fijne is dat wij met z'n tweeën, of zij eigenlijk, al drie outfits hadden bedacht die echt perfect waren. Dus ik hoefde gewoon de volgende dag alleen maar zo plop 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 die drie outfits uit mijn kast te plukken. En ik was klaar. Verder merkte ik dat ik de eerste twee dagen nog wel, toen had ik twee hele drukke dagen en dat ik nog wel een beetje dingen gewoon van het wasrek plukte. Zodat ik snel even iets kon aandoen. En dan was ik onderweg. Maar de derde dag zat ik 's avonds voor mijn kledingkast. En ik zat te kijken naar wat er in hing. En het was sowieso nog maar een derde, denk ik, van wat er daarvoor in hing. Ik had echt heel veel kleding en schoenen, wist ik ook wel. Maar het was alsnog best wel confronterend, vond ik.
En ik zat er zo naar te kijken. En doordat er gewoon veel minder in hing en ik veel meer overzicht had. En door wat Chiara heeft gedaan, maar dat ze gewoon alles bij elkaar gaat leggen en kijken van wat werkt en combinaties maken. Had ik ineens het gevoel alsof ik aanging. Ik keek naar mijn kast en ik zag ineens, hey, plop, dat kan ik eens een keer uitproberen met dat. Dat kan ik een keer met dat. Dat doe ik een keer daaronder. Dat doe ik een keer daarbij en dan stop ik het erin. Ineens zag ik allemaal dingen die ik kon gaan uitproberen. En het leek alsof ik ineens mijn hele kast zag. Met ook de sieraden erbij. In plaats van dat ik elke keer dacht, hier heb ik een broek en daar doe ik deze trui bij. Gewoon wat ik normaal altijd deed, was één item en klaar. En toen afgelopen vrijdag, toen had ik ineens dat ik dacht van, ja, ineens, ik bedoel, ik beschrijf het nu alsof ik een soort van wonder heeft plaatsgevonden. Maar zo voelt het op een bepaalde manier een beetje. En ik moet maar een beetje uitleggen van hoe het proces ging. Want dan kan ik het meest inzichtelijk maken. Maar ik maakte een combinatie waarvan ik dacht, hey, dit is leuk. Maar ik snap nu, ik had tegen Chiara gezegd, ik wil graag een combinatie uitstralen van vrouwelijk en toch krachtig of stoer. En die vrijdag had ik iets aangedaan waarvan ik dacht, hey, dit past echt superleuk bij elkaar. Maar ik had het aan en ik dacht, shit, ja, klopt dit nou? Doe ik het nou goed? En het grappige is dat ik toen eerst bij mezelf de neiging merkte om Chiara te gaan appen. Want je mag haar nog appen, zeg maar, om vragen te stellen nadat ze bij je is geweest. Maar tegelijkertijd besefte ik, ja, maar het gaat niet erom wat Chiara ervan vindt en of zij vindt dat het goed is. Het gaat erom dat ik me nu dus zo voel zoals ik me met haar in die outfits die zij had bedacht heb gevoeld. Dus dat ik precies ga zien van de combinatie die ik nu aan heb, voel ik me daarin ook. De juiste balans van vrouwelijk en toch stoer. En ik had toen zoiets van, nou, het voelt een beetje te stoer. Dus toen ging ik naar mijn sieradenkast, deed ik een kettingje om. Toen dacht ik, maar het voelt nog net een beetje saaiig of zo. Nou, deed ik er nog een ketting bij. En zo stond ik dus ineens voor mijn eigen kast met lol dat te doen. En aan het einde van de avond kreeg ik dus nog een appje van degene waar ik was geweest, dat ik er zo mooi en vrouwelijk uit had gezien. Hey. Wat ik ook super tof vind, is dat ik eigenlijk mijn hele huis heb Marie Kondo'd. Alles waar ik niet blij van werd, had ik weggedaan. Nou, als ik dat met mijn kledingkast had gedaan, nou, had er misschien nog 1 of 2 dingen ingehangen. Zo zat was ik mijn kledingkast. Maar ik ben dus heel blij dat ik dat niet heb gedaan. Want juist nu ik Chiara is langs geweest, heb ik allerlei dingen gehouden die ik anders misschien niet zou hebben gehouden. En waarvan ik er nu achter ben dat ik ze juist heel goed, door ze te combineren met andere dingen, er weer iets heel leuks van kan maken. En tegelijkertijd is er toch wel echt veel afgevallen. Dus veel hebben we van besloten van, nou, dat doe ik weg. Waardoor ik nu precies weinig genoeg heb om wel weer overzicht te hebben. En te kunnen zien waar ik combinaties kan maken. In plaats van dat ik helemaal overdonderd word van de hoeveelheid wat op me afkomt als ik voor mijn kast sta. Wat ik ook echt tof vind, is dat ik nu voor het eerst weer eigenlijk goed echt naar mijn sieraden kijk. Ik had een hele tijd dat ik gewoon eigenlijk bijna geen sieraden meer droeg, behalve een kettingje wat ik altijd om heb. Gewoon uit een soort van, ik heb er geen zin meer in. Maar nu zie ik het weer als onderdeel van een totaalpakketje. Dat ik denk van, oké, ik heb deze broek, ik doe er dit bij, dan doe ik er nog dat overheen. En dan doe ik nog die sieraden en dat en nog dit armbandje. Dus ik krijg er weer lol in om daarover na te denken. En ik zie ineens weer de waarde van die dingen in. En verder, wat ik ook wel grappig vind, is dat ik van tevoren eigenlijk dacht van, oh, wat fijn, want dan bedenkt Chiara allemaal combinaties voor mij. En dan doe ik daarna gewoon altijd die combinaties aan. En nu zie ik veel meer van, oh nee, ik snap nu wat de bedoeling is van wat ik me aan heb, hoe ik me dan zou moeten voelen. En ik kan eigenlijk, heb ik een soort heel spectrum aan mogelijkheden als ik mijn kast opentrek, door alles met elkaar te gaan combineren. En nu is het iets wat ik dan zelf ga kunnen. In plaats van dat ik haar eigenlijk nodig heb elke keer om het voor me te bedenken. En het dan maar doen te wat zij heeft bedacht. Ja, en dan is nu natuurlijk de kunst om ook op een duurzame manier van de dingen af te komen die ik ga wegdoen.
nou, ik ga geen enkel ding echt weggooien. Alles wat echt kapot is en echt niet meer kan, dat doe ik in de kledingbak. En ik ben eigenlijk van plan om alle rest naar de Impact Shop te brengen in Amsterdam, die daar recent is geopend. Omdat ze daar namelijk en kleding die niet meer bruikbaar is, recyclen. Dan wel doordat kunstenaars het gebruiken, dan wel op een andere manier. En ze verkopen ook tweedehands kleding. En met die opbrengst doen ze dan weer allerlei dingen. Dus eigenlijk kun je heel veel van de kleding die je wegdoet, kun je daar naartoe brengen. Nou ja, goed. Het is dus minstens zo belangrijk om op een duurzame manier van de dingen af te komen die je niet meer gebruikt. Dan alleen maar wat je kledingkast inbrengt. Dat ga ik ook zeker doen. En ik zal met jullie delen hoe ik dat doe. Alleen niet meer in deze video. Nou, heb je nou nog vragen hierover aan mij of aan Chiara? Laat het dan zeker weten hieronder in de reacties. Dat vinden we superleuk. En dat was het weer. Tot de volgende!